Hans Becks, 1 januari gaat de Dakar weer van start in Buenos Aires. Waarom doe je nou toch weer mee? Ja, je zegt het eigenlijk al verkeerd. Want wat zeg je verkeerd? Een Dakar in Argentinië, dat kan al niet, dat rijmt niet. Dakar is Afrika en dat is geen Argentinië. En eigenlijk ja, ben ik van mijn geloof afgevallen. Want ik vind gewoon dat een Afrika race, hè, dus nou de tegenhanger van ASO, die organiseert de rally naar Afrika, hè, dus naar Dakar toe. Alleen ja, er zitten gewoon te weinig deelnemers in. En voor de concurrentie ja, is dat voor mij niet interessant. En daarvoor heb ik gekozen voor Argentinië, voor de concurrent. En ja, niet voor het, nee, puur voor de concurrentie. Eigenlijk ga je dus met frisse tegenzin wat dat betreft. Wel met gemengde gevoelens, ja. Ik ben echt een Afrika-man en geen Argentinië, nee. Maar kijk, als ik wil rijden, ja, dan moet ik kiezen. En ja, er zijn maar twee opties. Of je gaat naar Afrika, of je gaat naar Argentinië. En ja, er is besloten voor Argentinië. En puur voor de rally. Ik moet wel tegen iemand kunnen rijden. Kijk, als jij meegaat, ja, dan is het mooi dat jij meegaat, maar ja, dan geef ik eigenlijk niet zoveel in, want ik weet toch dat ik voor jou win. Dus dat schiet niet op. Die kans is aannemelijk. Ja, daar gok ik dan op. Dat is mijn gok dan. Ja. Maar even die concurrentie, als ik die even aan de kant schuif en het gewoon eens even de naam Dakar uitspreek tegen jou. Wat betekent die naam voor jou? Ja, heel veel. Heel veel. En dat is ook een van de redenen geweest dat ik de laatste paar jaar ja, eigenlijk ook niet meer deelgenomen heb in Argentinië. En ja, twee jaar terug nog met Jan samen naar Afrika ben geweest. Ja, en we hebben ook gezegd, ik snap het gewoon helemaal niet. Dus dat mensen naar Argentinië gaan, terwijl dat ze hier in Afrika zo'n mooie en ik denk een zwaardere rally, hè, qua zand en qua duinen, nergens beter kunnen vinden dan daar. Dus, maar ik ben er niet geweest, dus ik kan er niet over oordelen. Dus 17 januari heb ik jullie meer waar de beleving is geweest. Maar even als ik ook dat hele continentengebeuren uitschakel, gewoon aan zich het Dakar-gevoel, wat betekent dat voor je? Ja, kijk, dus, er wordt een 10 in Dakar. Dus daar ben je ingegroeid. En ja, je wilt wij altijd meten. En ja, kijk, we hebben goede posities gereden. En ja, dat is hem ontnomen en dat vergeet je nooit meer. En dat wringt en dat frit altijd nog. En ja, daar wilde altijd nog een keer revanche op hebben. En ja, met name naar ASO toe. Want ja, dat vergeet ik nooit. Maar de Dakar rally aan zich, even los of die in Afrika of Zuid-Amerika wordt gereden, dat is voor jou de rally? Gewoon de koninginnenrit? Nou, de koninginnenrit, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is de rally. Er is maar één. Dakar ligt niet in Mariai. Dakar ligt in Afrika. En Argentinië ligt ook niet in Dakar. En dus die, ze horen gewoon in Dakar thuis, klaar. En het is de mooiste rally volgens jou? Ja, ze doen het al 32, 33 jaar. Nou, als je geen mooie rally was geweest, dan hadden ze geen die jaren daar niet volgehouden. Nou, ik heb het eigenlijk niet over laten halen. Ik heb het gewoon puur gedaan. Die mannen, die monteurs, die hebben hier gewoon elke week gewoon zijn vaste ritme aangehouden. Of dat wel ging of niet ging. En ja, dat doet dan wel een beetje zeer als je dan tegen die mannen moet zeggen, sorry jongens, maar ik blijf thuis. Dat is eigenlijk een van de grootste beweegredenen geweest dat ik besloten heb om te gaan. Maar ook voor jou persoonlijk denk ik, als het je zo tegenstaat dat die Dakar nu in Zuid-Amerika wordt gereden en je doet toch weer mee, dan zit dat racebloed bij jou toch wel heel diep. Nou, maar dat kan ook een positieve uitstraling geven direct in de rally. Kan een revanche zijn, hè? Dus, ja, het is, ten ene kant is het een positief verhaal dat ik weer meedoe en vooral voor de mensen die we altijd jaren gevolgd en gesteund hebben. Die zijn natuurlijk hartstikke blij dat je weer gaat rijden. Hè? Want ja, als je de reacties ziet, ja, dan denk je van ja, ik wist niet dat het zo erg was. Hè? Want ik vind het maar normaal. Maar ja, dat is gewoon. En dat doet er dan ook wel weer van, denk ja, hè, toch, ja, ik hoor er wel bij. Hè? Dus, mooi die erkenning denk ik ook, of niet, om dat te voelen?
Ja, maar dan zeg ik, oh, ex niet enthousiast, want ik moet juist nog ex presteren ook nog ex. Hè? Dus dan moet ook nog ex gebeuren. Dus ze mogen enthousiast zijn als ik gepresteerd heb. En anders dan is het gewoon over en uit. Breng mij bij de volgende vraag. Wat zijn jouw verwachtingen voor je 10e Dakar? Nou, nu is het wel geen 10e plaats, dat hoop ik nu in ieder geval niet. Dan doe ik iets niet goed. Maar ik weet het niet. Het is, dat is gewoon heel moeilijk. Ik ga gewoon alles uit de kast halen. En wat dat betreft heb ik al een goede training gehad omdat ik een bedrijf opgestart heb. Dus ik ben volgens mij als 5 tot s'nachts 1 bezig. Dus de lange dagen kan ik maken. Dus ja, dat ze maar gewoon komen. Maar uitrijden is 1 en liever hoger dan die 10e plek? Dat staat altijd voor op. Uitrijden is, dan, dat is 1, altijd. Want je kan, nog zo'n dure en nog zo'n mooie en nog zo'n goede en nog zo'n goede coureur zijn. Je kan het op een kwartje uitvallen. Maar podiumplek? Vraagteken? Dan heb ik wel goed in de ring gestaan. Ik ervaring weet niet, genoeg toch? Ervaring genoeg, maar kijk, ik zie het gewoon in een boksring. En iedereen mag een keer in die ring en wie de beste klap uit kan delen, die is winnaar. En ik weet niet hoe sterk dat mijn klap nog is. Ik kan het zeggen, maar kan Hans Becks nog wel een klap uitdelen? Nou, ik kan het echt proberen, dan weet ik het. Ik denk wel dat het een keer oud is. Maar het moet bij de concurrent ook oud zijn. Ik heb eigenlijk nog maar één ding. Ik vind het geweldig om te vertellen. Om nog even terug te komen. Zuid-Amerika is niks voor vrachtwagens. Waar zit hem dat in? Daar zit hem in de beelden die ze me hebben laten zien. Is het alleen maar rechte stukken. Gas erop, remmen. Hoks af, gas erop, links af. En er zit helemaal geen technisch, wat ik voorheen gezien heb. Hè. Dus ik praat alleen maar puur wat ik gezien heb op televisie. Dus ik heb niks meegemaakt. Het kan ergens zijn dat het echt helemaal anders is. Want uiteindelijk, de organisatie weet ook dat het eerste jaar niet goed is geweest. Dus ze hebben natuurlijk ook zijn eigen aan moeten passen aan het beleid van de rijders natuurlijk. En hoe zou het voor jou moeten zijn als oude, laten we zeggen, ouderwetse trucker van... Gewoon duin zo hoog als... Luchtkasteel, hoog is het, weet ik wel. En gewoon zwaar. En dan uit laten komen op stuurmanskunst en uithoudingsvermogen. Ja, en dan komt ook, dan hebben we 3 aspecten. Wie het beste team, wie het beste auto, wie houdt vol. En er niks met geld te maken. En waar staat Hans Becks dan met dat lijstje? Dat weet ik niet. Ik weet niet. Ik ga gewoon alles uit de kast halen. En ik hoop dat ik een goede positie haal. En of dat. Kijk. 1. Dan moet er een wonder gebeuren voor de Nederlanders. Want laten we gewoon eerlijk zijn. Kamaz krijgt zijn eigen wedstrijd. En als wij denken dat we van Kamaz kunnen winnen. Vergeet het. Kijk, Kamaz die moet winnen. Of die moet bloemen in de hand. Of op de kist. Maar bloemen hebben ze. Dus dat maakt hun niks uit. Dus, en dan begint de rally pas. En daarom heb ik graag gehad van, jongens, laat die Kamaz mooi naar Argentinië gaan en ga de rest van hun trucken allemaal naar Afrika. Dan hebben we weer een originele rally. Kijk, die Kamaz, daar kunnen wij gewoon niet tegen. Die oude grens ligt van die Kamaz ligt gewoon kilometers wijder als van ons. Voor ons is het leven meer waard als de dood. En voor hun maakt dat niks uit. En jij gaat gewoon met de middelen die je hebt ja. Een goede poging doen. Ja, en dat gaat net zo goed hoor. Alleen, ik... Hun gaan tot. Ja, die gaan gewoon heel ver. Gewoon heel ver. Maar ik moet wel bij voor de eerste 10 zijn, want anders doe ik iets niet goed.